Dus ik heb gewoon een lijstje gemaakt van alle onderwerpen waar we in Nederland ruzie over maken. En daar gaan we vanavond doorheen, dus het wordt een supergezellige avond. Ja, ik vroeg me ook af, wat doe je dan als je als populist zo'n beetje naar het volk aan het luisteren bent en dan zegt het volk, daar moet een piemel in. Je moet iets terugzeggen, maar wat zeg je dan? Wat fijn dat u denkt in oplossingen. Ja, maar het is af en toe wel een oplossing, toch? Maar niet altijd. Er zijn situaties die vragen erom om er een piemel in te stoppen. Bijvoorbeeld herentoiletten, daar moet een piemel in. Ja? Genderneutrale toiletten niet, daar mag een piemel in. Ja, heel goed, ja. Condooms, daar moet een piemel in. Er kan ook drugs in, maar dat mag eigenlijk niet. Oh, heren, jij, heren, je hebt ook situaties en dan moet er inderdaad bij een vrouw een piemel in. Die zijn er, maar dan geeft ze dat waarschijnlijk zelf aan. Hè? Dan zegt ze iets als, neem me. Nou, dan kun je ervan uitgaan, nu moet er een piemel in. Ja? Opletten wel, want het is neem me. Het is niet neem mij. Als ze zegt neem mij, dan ben je een team aan het kiezen bij gymles en dan moet er geen piemel in. Hè? Daar kun je enorm gezamenlijk mee krijgen, moet je niet doen. Je hebt ook situaties en dan denk je dat het een oplossing is om er een piemel in te stoppen en dan is het dat niet. Bijvoorbeeld het pensioengat. Nee, maar dat helpt financieel geen zak, joh. En het ziet er heel raar uit als je een Excel-sheet staat te neuken. Ik kan het gewoon afraden. Ja, eerlijk, ik ben ook verbaasd dat ik het uitsta te leggen. Maar er lijkt in Nederland een soort verwarring te zijn ontstaan wanneer er wel en niet een piemel in moet. Dus ik denk, ik leg het even uit. Hè? Ik ben er wel achter wanneer het meestal moet. Meestal is het als een vrouw een mening heeft. Hè? Als een vrouw iets vindt over Zwarte Piet of over een asielzoekerscentrum, nou, dan moet er een piemel in. Het zijn ook altijd mannen, toch? Dat is nooit een groepje vrouwen met baseballpetjes dat mannen doen. Daar moeten. Ik denk dat dat goed zou zijn, joh. Toch? Dat wij mannen eens een keer zouden voelen hoe dat is om dat zo te horen. Zullen we het een keer doen? Ja, ik vind dat heel goed. Weet je wat, we gaan het omdraaien. Dat vind ik goed. Maar ik incasseer dan namens de mannen. Ik ga hier staan. En dames, ik tel tot drie en dan zingen jullie met z'n allen. Daar moet een kut omheen. We gaan het omdraaien, toch? Anders is het geen omdraaien. Melodie lijkt me bekend. Daar gaan we. 1, 2, 3. Daar moet een kut omheen. Dat gaat goed, maar dit is niks, hè? Oké, we gaan het nog een keer proberen. En kan het iets minder kinderen voor kinderen? Is dat mogelijk? Daar moet een soort dreigingsniveau van uitgaan. Weet je, dit is... Op een gegeven moment, mensen zijn gewoon bang, hè? Als je dat niet luistert, op een gegeven moment worden ze boos. Het slaat dan om. Dat krijg je dan. Dan krijg je Trump, Brexit, Groningen. Die aardbeving in Groningen, dat is gewoon 15 jaar bang en nu boos. Die zijn 15 jaar lang, hebben die groepen, er zijn hier aardbevingen. En wij met z'n allen, nee hoor, niks aan de hand. Uiteindelijk stuurden we dan vanuit Den Haag Erik Wiebes. En die mocht dan gaan vertellen dat de gaskraan dichtging. De NAM er direct achteraan. Hè. De NAM die zeiden, ja, niet omdat het onveilig is, maar omdat Groningers zich onveilig voelen. Dat vond ik echt een trap na, jongen. Want iedereen die Groningers een beetje kent, die weet, die hebben helemaal geen gevoel. Nee, maar daarom moet je nu ook naar ze luisteren. Als die emoties tonen, dan is er iets aan de hand, mensen. Er is ook nooit iemand daarheen geweest om excuses te maken, toch? 15 jaar lang alleen maar politieke excuses. Een politieke excuses, dat is dat je niet zegt sorry voor wat ik heb gedaan, maar sorry dat jullie boos zijn. Dat vind ik een hele rare vorm van excuses. Het werkt ook niet. Het zou een beetje zijn alsof je Merkel naar Nederland zou halen. En dan zegt, nou, kom even je excuses maken voor de Tweede Wereldoorlog. En dat Merkel dan zegt, we vinden het heel vervelend dat jullie de periode 40-45 zo negatief hebben ervaren. Ja? Dat en sorry voor Soldaat van Oranje, de musical. Nou, ja, maar dat zou terecht zijn, want die musical loopt inmiddels langer dan de Tweede Wereldoorlog zelf. Die zijn toe aan de achtste cast, hè, bij Soldaat van Oranje.
Dan moet je die Duitsers nageven. Die deden alles met één bezetting. Vroeg me wel af of op een gegeven moment, of tijdens de Tweede Wereldoorlog ook op een gegeven moment postertjes zouden zijn gekomen. Van die oranje postertjes, nu wegens succes verlengd tot mei 1945. Hij gaat nu echt stoppen. Ja, nee, echt. Nee, het is echt. Hij gaat nu echt stoppen. Want de producers zijn gespot bij de repetities voor de nieuwe musical. En het schijnt dat ze iets gaan doen met de 80-jarige oorlog. Als je mensen negeert, dan worden ze boos.